Vandaag laat ik even zien hoe je een Kuhn PZ Meijer, voor Meijer aansluit. Een MF, in ieder geval hoe ik dat doe. Ik zet hem in een lage gering. Dan zet ik hem even in zijn 1. Nou, langzaam naar voren. Dit is het ventiel om de bok naar voren te doen. We proberen hem recht eraan te duwen. Kijken, dan gaan we naar boven. Als die wil, hij wil niet. Oh, kijk, nou vliegt hij erin. Nou, omhoog. Kijk, dan is hij hier. Dan laten we hem verder helemaal zakken. Officieel moet de handrem erop, maar we gaan toch niet naar voren naar achter. Kijk. Dan begin ik altijd met de aftrekkas eraan. Zo. Veiligheidsketting. Onder. Dit is met een pendelbok, dus er zitten twee veren die je via deze topstang aan gaat trekken. En hier een stuk, ja, stuk ijzer en die kan hier in vrij heen bewegen. Dat is wel voor een betere bodemvolging. Alleen het aansluiten duurt wat langer dan een standaard aangesloten bok. Deze te aandraaien. Je ziet de veer ook aantrekken. Deze veer is nou naar voren. Deze staat ook redelijk recht. Dat is goed. Hier hebben we nog een pen. Die gaat in dat gat. De aansluiting. Trek je weer even in. Nou, met dit ventiel doen we normaal weer naar boven. En het doek vast, veren eraan. Zo. Na controle, maar alles is vast. Ik heb de trekker weer in. En is hij aangesloten. Om te beginnen met voormaaien en met de opperwagen erachter. Rijk je in z'n 3. Gaan we even recht staan waar we willen maaien. Zo. De maaier, je laat de trekker voor 1200 toeren. En dan is dit knopje aan de voormaaier aan te zetten. Gele knopje indrukken, kin je naar voren. Gaat hij hem op toeren zetten. En dan weer achter. Aftrekkas zit ook aan. Oh. Deze linkerhendel is om de pick-up naar beneden en naar boven te doen. Dan moet deze naar beneden staan. Dan deze naar beneden gaat de bodem draaien. Deze voor de klep. Dit is voor de dis. En dit is voor de pick-up.
put. Dan draaien we een toer op 15, 1600 toeren. Het is genoeg in het hooggras. Anders draai je te snel voor die opperwagen. Nou, dan ga ik iets naar voren. Laat ik de maaier zakken. Tot helemaal naar beneden. Zet ik hem in zijn haas. Pick-up kan hem laten zakken. Dan gaan we naar zijn vier. Vier haas. En dan rijd ik ongeveer 6, 7 km per uur. En dan gaat dat mooi. De zwat is eigenlijk net te breed voor de pick-up, maar het werkt. Net aan. Maar nog kort, ja, dit is dus derde ventiel, dus zonder maaier naar boven en naar beneden te laten gaan. Dit ventiel is voor de opruimwagen, is de pick-up naar boven en naar beneden, de klep naar boven en beneden, of de dis naar boven en naar beneden, ligt eraan welke configuratie deze knoppen staan, dus de pick-up, klep en de dis. Dit is voor de bodem, ketting te laten draaien, deze kan dan alleen naar beneden. Dat moeten we straks even doen. Dit was knopje om ervoor voor mij aan te zetten. Dit is voor de achterkassen achter, dus in dit geval de opruimwagen aanzetten. Hier op dashboard staat het aantal toeren dat je draait, het aantal kilometers per uur. En dan is gewoon op het gemak hier rijden. Nou, we gaan hier een overzet heen, dit is een hobbel, dan til ik altijd maaien de fiets op. En dan weer zakken. Een pick-up omhoog. Een pick-up weer zakken. Dan maak ik zo ver dat ik een 8 keer rijden met de opperwagen. Maaier omhoog. Laatst gras opgetild, zet ik de opperwagen even uit. Dan gaan we naar achter rijden. Pad. Opruimwagen weer aan. Kan draaien. Dan moet ik wel even het ongemaaide heen. Het is even niet anders. Zo. Dan weer naar voren. Maaier zakken. Opruimwagen. Kijk eens aan. Maaien we ineens langs het kantje. Nee, ziet de wagen is aardig gevuld. Dan doen we deze knop naar beneden. Dan activeert de bodemketting. En dan is hij wel naar achter gegaan. En zo vullen we de opruimwagen beetje bij beetje. Daar neer. Zo. Dan wachten we even tot de maaier uitgedraaid is. Die trommels draaien door.
kan je het ook wel horen. We zijn uit. Stap 1. Rechterkant ketting eraf. Linkerkant ketting. En doek. Dan gaan we naar Maaien verder zakken rustig aan. Pen eruit. Dan kan deze weer los. Achterkaas. Terug. En deze losdraaien. Losdraaien gaat een stuk makkelijker stellen dan vast. Als het mee zit, dan valt deze zo af. Die zit los. Dan zie je duidelijk die afgaan. Die pen is hier weg. En dan voor een rijstukje naar achter kan je hem laten zakken. En dan ben je klaar. En dan kunnen we terug van de boerderij. Kijk dan, mooi. Zit er meestal het rood van die paal, de achterwielen. Voorwielen trouwens van die paal. De pick-up moet weer even omhoog. Stroom aan, je moet daar een stroom over de trekker. Pick-up omhoog. En de klep. Zo, naar beneden, je hoort hem ook gaan. Aftakkers aan voor de overige wagen. De klep zit open, je kan de bodem laten gaan. En als je in de spiegel kijkt, zie je het gras vallen. Dan gaan we 1 inzet 3. Haas naar voren, is ongeveer 2,5 km per uur. 2,5. Nou, in de spiegel kan je kijken hoe snel het valt. Even stil. Ik weet niet of wanneer je wat meer gas geeft, dan gaat de bodemket natuurlijk wat sneller. En hier is hij snel. Nou, hier kunnen we ook ongeveer weer de pick-up laten zakken. Dan maak je het laatste wat in je pick-up. Zit gewoon je ook nog in de opperwagen. In zijn schildpad. Die is meestal gevallen. Laat ze hieruit lopen, pick of cam weer naar boven. Ik ken ook uit. Nou, hij is vrijwel leeg. We moeten de aftakkas uit. De klep laten we zakken. En dan is hij een beetje klaar. Nou ja, stroom weer uit. Dan kan je de trekker wegzetten. Klaar?